Hallo iedereen, welkom bij de eerste aflevering van Survival met Timothy en Shamal. Hoi Timothy. Hallo Shamal. Yay, zal ik mij even voorstellen? Ja, doe dat maar even. Mensen kennen hem niet, nee. Nee. Ik ben dus Timo en ik ben van de schriftelijke redactie. Wat betekent dat ik nieuws schrijf en artikels en ik ben zijn mouw kwijt. En ik doe dit dus op de site www.nlgamerviews.nl. www.nlgamerviews.nl. Oh, daar is zijn mouw. Oké. Ja. Zijn mouw huppelt maar wat door de wereld. Ja, inderdaad. Het is al avond trouwens. En ik ben noob in Minecraft spelen, dus ik ben nu aan het huppelen. Laten we wat doen. We gaan hout hakken, like a pro. Ja, ik heb gewoon nog geen hout. Ik ga eerst even die koeien afmaken, want die koe... Oh, wow, die koe is snel. Niet zoveel dierenmishandeling. Wij houden niet van dierenmishandeling in deze video. Kom op, in Minecraft kan het toch? Ik kan die koe niet bouwen, serieus? Als jij een koe wilt doden, doe je dat met een vlijmscherp zwaard en niet met je handen. Oké, dan maak jij maar een zwaard voor mij. Ik maak een zwaard voor jou. Ja. Dan wacht ik altijd. Oh, volgens mij wordt het licht. Nee. Oh, Shamal, kijk. Zo mooi. Waar? Ik zie een kip. De eerste ochtend van de Let's Play. Oh, wauw. De video begint al gewoon goed. Nee, maar sommige mensen zullen nu denken van... ineens een Minecraft server. Of server. Ik ben helemaal die server toes gewend. Nee, ineens een survival serie op NL Game Reviews. Waarom is dit? Terwijl ik mijn hout gewoon terug aan het zetten ben. Terwijl ik net gehakt heb. Zo nieuw ben ik. Nee, maar dat doen we natuurlijk omdat velen van jullie het leuk leek. Nou, dan gaan wij proberen of jullie het ook leuk lijkt. Nu we het echt aan het doen zijn. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk denken jullie van, wat de fuck is dit? Nee. Maar noobs zijn altijd leuk om naartoe te kijken. Ja. Dus doe maar je best, man. Ja. Oké. Okay. Dus jij hebt hout. Ik zie een ei liggen. En twee eieren heb ik nu. Dus we kunnen nu een... Ja, dus we kunnen nu gewoon een kippenfarm gaan beginnen. Wauw. Maar ik heb hout. Ga jij ook wat nuttigs doen, alsjeblieft? Ja, ik was begonnen aan hout, maar je pakte ze elke keer af. Oh, het is altijd mijn schuld. Ik zie hier een pompoen liggen. Hallo, meneer pompoen. Doe me denken aan de Halloween update, maar daar ga ik niet aan beginnen. Oké. Boom. Wauw. Boom. Dank boom. Bomen. Maar dat is een andere kleur boom dan die ik heb, toch of niet? Oh nee. Ja. Ja? Ik wil niet dezelfde soort boom als jij. Oh. Ik wil apart zijn. Trouwens, even zeggen, ik ben Belg, mensen. Die hoeft de comments niet vol te stampen met dit is... Is het een Belg? Is het een Belg? Ik zeg ja, het is een Belg. Ja, okay. Het is een Belg. En eigenlijk ben ik ook een reserve Belg op dit moment, want ik woon in Zeeland en hier... Ja, het is een beetje reserve Belg. Wat een Nederlands woord, reserve Belg. Ja, dat is een Nederlands woord. Het is heel erg Nederlands. Het is super Nederlands. Hoe zeg je dat dan in België? Jij bent een reserve Nederlands. Oké, ik ben je alweer kwijt. Ja, maar... Ga je er altijd naartoe? Ja, ik wil gewoon niet bij jou in de buurt zijn, joh. Begrijp dat gewoon, alsjeblieft. Oké. Koeien, ga ze maar afmaken, nu. Ja, maar ik ben wel blij, want er zijn gewoon heel veel koeien hier. We kunnen gewoon heel... eten voor het hele Minecraft leven van ons. Eens. Oké, maar dan moeten we het wel eerst nog afmaken. En ik heb nu een crafting table, want ik ben een pro. Ik heb net ook één gemaakt. Gezondheid, vader van Timothy. Ja, dat ga ik niet doorgeven. Zo. Ik heb een stok. Ik heb een zwaard. Oh yeah. Oké, dus... Nog een keer gezondheid. Oké. Ja, ik heb nu een crafting table en ik ga varkens vermoorden. Oh nee, varkens. Koeien vermoorden. Waarom noem ik koeien varkens? Dat is niet slim. En ik heb leer. Dus ik kan straks een leerpakje maken. Terwijl we allemaal gaan nischen nu. Oké, dat is hopelijk is dat gedeelte voorbij. Het wordt morgen mooi weer in Minecraft. Oké. Zo. Je bent bijgelovig? Ja. Jij ook? Oké. Nee. Oh. Niet per se. Behalve, ik geloof wel in Herobrine, als je die kent. Ik geloof in spaghetti monsters. Spaghetti monsters. Misschien komen we die wel eens tegen. Wauw.
Zo. Wat zou die droppen? Maar wat ben jij eigenlijk aan het doen? We gaan tp'en naar jou. We gaan gewoon tp'en. Ik ben een... Oh, dat mag niet. Dat is cheaten. TP? Ja, ik kan gewoon tp'en, dus ja. Ja, en misschien vraag je nu af van... Ja, maar wij willen ook met jullie Minecraft spelen. Ja, dat is... Tuurlijk denken jullie dat. En misschien komt er binnenkort een server aan, toch? Ja, dat ga ik niet zo zeggen. Hoezo niet? Omdat ik je dan moet afmaken. Is het wel? Nee, maar wij zijn dus eigenlijk op zoek naar iemand die plugins kan doen. Maar dus... Dat kan ik. Ik kan geen server. Jij kan maar, het niet, zei je net. Jij kan geen plugins doen. Maar... Ach, ja, doe maar gewoon verder, jongen. Oké, okay, nee, maar als jij denkt van... Ja, ik kan jou wel helpen met een server op te zetten of zo. Dan kun je gewoon een berichtje sturen naar YouTube of naar info-appstatje. En ook gamereviews.nl. Dit is als echt zo'n reclameachtig. Ja, promo. Nee, maar dat kan gewoon, ja. Maar oké, okay, waar ben je nu? Ik ben nu bij koeien, mijn vrienden koeien. Hallo koe. Oké, ik ga gewoon typen naar jou, het kan me niet schelen. We moeten een huisje bouwen, kom op. Ja, want anders is het nacht. Energy. Smaal. Yeah. Oké, dat is de enige keer dat ik typie. Ik ben jou kwijt, hè. Oh, mogen we niet cheaten? Mogen we niet typen? Ik vind van niet. Oh. Ik vind van niet, man. Oké, okay, dan. Oké. Okay. Laat weten de reacties. Mogen wij wel tp'en of mogen we niet tp'en? Tp'en alleen in noodgeval, toch? Oké. Okay. Dus als jij bijna in de lava valt, dan mag je tp'en aan mij. Waarschijnlijk, waarschijnlijk gebeurt dat eerst bij mij, maar... Maar misschien... Maar ja... Zullen we zien. En dit is mijn huisje en jij mag er niet aan meewerken, want ik wil een eigen huisje. Ik wil niet bij jou in een huisje wonen. Oh ja, oké, okay, geen probleem. Zo, jij mag gewoon een eigen huisje, daar of zo. Oké, okay, geen probleem. Ik ben even wat materiaal aan het pakken dan. Om een huisje te maken. Ja, ik volg jou wel, want anders is het zo'n één scherm dat jullie alleen naar mij kijken. Hey, ja, ik ben even materiaal voor mijn huisje aan het pakken. Klootzak. Wat? Jongen. Laat me nou gewoon materiaal voor mijn huisje pakken. Hoe komt dit hier te liggen? Er zijn geen bomen uit. Man. Volgens mij heeft deze koe het gedaan. Volgens mij, hij beweegt niet. Het is een standbeeld. Standbeeld van de heilige koe. Het is de heilige koe, inderdaad. Hij kijkt naar ons. Dag heilige koe. Jij komt mee met mij, hè? Kom. We moeten bomen vinden. Daar is een boom. Ja, maar daar is een boom. Het is van mij. Het is mijn boom. Oh, wat is dit een nuttige let's play, echt. Maar het is het begin. Al het begin is moeilijk. Ja, het begin is moeilijk inderdaad. Daarna gaan we avontuur beleven. Jee, boom. Maar ik hou eigenlijk niet zo van sneeuw. Ik zou zeggen, nu maken we even een basis. Tot als we klaar zijn om erop uit te gaan en om echt een fantastisch avontuur. Mooie plek te bezoeken. Ja, een fantastisch avontuur. Met Timothy en Shimon. Jee, gaan we een teamsong verzinnen. Ja, en misschien vraag je nu ook af van waarom moet ik naar dat mooie hoofd van Shimon kijken en niet naar die van Timothy. Zijn PC, is daar een reden voor? Ja, zijn PC draait het niet natuurlijk. Hè. Nee, we willen jullie sparen. Hij is een beetje skeer, hij kan geen nieuwe PC betalen. Eigenlijk ik ook niet, want ik heb er ook een nieuwe nodig, maar ja, dat doet hij even niet toe. Dank u wel voor de vriendelijke woorden, Shimon. Ja. Dus jullie kijken nu naar een plaatje van Timothy. Die gewoon stilstaat. En als ik goed zou kunnen monteren, dan had ik jouw mond ook laten bewegen, zodat het extra realistisch zou lijken. Maar... Oh ja, doe dat, man. Doe dat. Kom op. Ja. Dat is toch niet veel werk. Eigenlijk zou ik dat Albert laten moeten doen, maar ja, die heeft al zoveel werk natuurlijk. Kom op. Ik kan het toch wel even doen. Dat zegt hetzelfde. Het zou best wel geniaal zijn, dat jij gewoon een plaatje dan rechtsboven had en dat je mond beweegt. Ja. Zeker ja. Ik wat, zie wat jouw ben huisje aan het doen? Is nog niet af. Nee, is jouw huisje wel al af? Ja. Hoe gaan de zaken met jouw huisje? Blijf van mijn huisje af. Ga weg van mijn huisje. Wat? Ik ga gewoon een verbod aanvragen. Maar ik... Oké. En tegenwoordig... Oh, kut. Buurman en buurman. Ja, inderdaad. En als wow. Meneer gaat heel design worden of zo? Of was dat een fout? Dat was een fout. Oh, oké. Okay. Nou, eigenlijk heb ik wel een idee om echt design te gaan, inderdaad.
Ja? Want ik wil gewoon een mooi gedesigned huisje. Zo, nu maak ik een bijl van hout. Die hout moet kapot maken. Eigenlijk is dat echt iets heel raars. Als je er eens over nadenkt, dat je gewoon met een houten bijl hout kapot gaat slaan. Ja, of niet? Ik ging zeggen Inception, maar ik denk niet dat het beschrijft. Ja. Zo. Maar kijk, nu weten we misschien nog niet echt wat te doen. Maar ik weet zeker, tegen dat deze Let's Play online staat, gaan we comments vol dingen krijgen. Doe dit, doe dat. Dus ga eens naar daar, maak dit. Inderdaad, dus als jullie gewoon ideeën hebben van wat wij moeten doen in deze fantastische serie, laat het gewoon even weten. Jullie. Laat het weten. Ga wat doen, klootzak, ik vermoord je. ik ben bezig. Als je nu zelf geen zelfmoord pleegt, dan doe ik het bij jou. Ik wou zeggen, doe maar hoor. Ga maar lekker zelf op plegen. Oh nee, dan is het geen... Als ik het bij jou doe, is het natuurlijk geen zelfmoord meer. Dan is het gewoon moord. Ja, dat is waar. Een terechte moord. Zo. Terecht. Zo. Oké. Ik ga gewoon even... Kut, nee! Ik heb gewoon al mijn hout veranderd in stokken. Waarom? Nee. Dat was niet slim, man. Ga wat doen. De enige persoon die iets aan het doen is, ben ik. Ja, maar ik mag niet aan je huis meewerken. Ga dan zelf een huis maken. Ik wil dat je daar een huis maakt. Doe het. Ja, het is goed, het is goed, goed. Ga ik doen. Ja. Dus. nu. Allemaal in de comments even natuurlijk losgaan op Timothy wat hij moet doen, want hij moet gecommandeerd worden. Ja, ik kan niet zonder. Ik kan niet op mijn eigen dingen kiezen. Ja. Dan moet iemand anders voor me doen. Zo, oké, ik ga weer hout halen. Kijk, daar is die bezig hoor, daar is die bezig. Jee, ik ben begonnen. En ik ben weer terug met mijn camera, want hij viel even uit, jee. Zo gaat dat, professioneel bij NO Game Reviews. Ze hadden even rust. Ja, nou eigenlijk 1 seconde, dus... Oh, oké. Ja. Oké, ik hak een boom. Ga je alles beschrijven nu? Ja, ik hak een boom. Ik loop over het gras. Ik zie pixels naar beneden vallen. Ja, dat is Minecraft. Het kan in Minecraft. Pixels naar beneden laten vallen. Ja. En ik ga weer koeien slachten. Eigenlijk is het vrij nutteloos dat ik dit vertel, aangezien iedereen dit kan zien natuurlijk. Toch. Ja, misschien moet ik zeggen wat ik doe. Ja, doe jij dat inderdaad? Ik ga nu in een... Nee, ik ging in een beekje zwemmen, maar het beekje is helemaal... Hij gaat in een beekje. Jee. Oké, heb jij nog wat nuttigs te vertellen aan deze video? Ik wou iets zeggen. Oké, dat was de aflevering. Nee. Ja, wil je nog iets nuttigs vertellen? Ik ging iets vertellen, maar nu ben ik het kwijt. En het was nuttig, maar ja, dat blijft niet lang bij mij, dus... Nee, ik weet het niet meer. Oké, ik ben te lui om naar jou toe te lopen, ik ga weer teleporteren. Oh ja, tuurlijk. Ja, jij mag niet teleporteren, ik wel. Laat het zo afspreken. Oh, ik zit in jouw verrotte huis. Alsjeblieft. We gaan oorlog maken. Ik wil een kanon en dan eieren gooien vanaf een afstandje naar jouw huis of zo. Ja, laten we dat doen. Jee! Oh, dat is wel een kip. Oh nee, het is niet. Yes! Nee? Oh, damn it! Zo, kut koe. Ik ga voor mijzelf een pakje maken, zodat het warm is. En jij niet. Jij krijgt er geen. Terwijl je wel al verder bent. Het wordt weer donker en we hebben nog niet eens een huis. Dat is omdat we niet samenwerken, Simon. Ja, ik wil niet met jou samenwerken. Dat is... Verdomme. Je moet samenwerken, het is cool. Oké, ik heb nu een eigen chest en een broek. Kijk, ik zie er nu heel pedobeerachtig uit. Goedemiddag. Kom eens heel dicht bij mij. Oeh. Ik jat ze spellen. Jee. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering van Server Tour alweer. Server Tour, fuck, dit is geen Server Tour. Van de Minecraft Let's Play met Small. En Timothy. Jee. Oh nee, dat is van Game Kings, dat mag niet. We mogen geen jee zeggen. Oké, mensen. Bedankt voor het kijken. Laat weten in de reacties wat je hiervan vindt, wat we moeten doen en doe wat. Ja. Volgende keer iets doe gewoon wat. Oké, ja, nou, weet ik niet. Oké. Hey, later. Bedankt voor het kijken.
snel, gamerviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit, tof, game over. www.nl, gamerviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit, tof, game over.